Het gaat weer goed met het Eredivisie voetbal. Nog nooit hebben de clubs er financieel zo goed voor gestaan. 5 jaar na het rampjaar 2003 presenteren de clubs voor het komend seizoen een gezamenlijke recordbegroting. 403 miljoen euro. Kom aan, hou die bal snelheid in. Denk na, waar moet ik heen? Kijk naar elkaar. Een van de clubs die er goed voor staan is Willem II. De Tilburgenaren klimmen financieel uit het dal en maakten afgelopen seizoen ruim 2 miljoen euro winst. Daarmee stijgt het eigen vermogen van 2 naar 4 miljoen en de club heeft geen schulden. Waar komen die mooie cijfers vandaan? Een voetbalclub leeft van 2 zaken. Van goed financieel beheer en van uiteraard transfers. Er kan geen enkele voetbalclub zonder transfers, want daar haal je dus zeg maar de betere sommen mee binnen. Sportief gezien gaat het stukken minder. Willem II bungelt al jaren onderaan de Eredivisie. Maakt de voorzitter geen verkeerde keuze als hij gaat voor een goede balans? Je moet vaak beslissingen nemen die dan bij de supporter, zeg maar even, niet goed valt. Je verkoopt je beste speler. Maar dat betekent wel dat je de continuïteit van de club waarborgt. En dat is niet altijd makkelijk uit te leggen. Maar daar kom ik ook weer bij deel 1. Scouting en opleiden. Je moet wel zorgen dat zeg maar de volgende sterren klaarstaan. Hè? Nou, en als je daar een bepaald evenwicht in kunt vinden, dan doe je het goed. Zaterdag speelt Willem II de eerste wedstrijd van het seizoen. Tegen Ajax. Gaan nieuwe spelers en de rust van goede financiën Willem II vooruit helpen? Nou, ik hoop in ieder geval een geweldige wedstrijd. En het kan goed zijn dat we nog eens voor een verrassing gaan zorgen. Want de jongens zijn wel enorm gespind erop. Hoor. Ik heb ze vandaag nog gesproken. Die hebben er wel zin in.